Het is een beetje rommelig, maar ja, het houdt elkaar in evenwicht, zal ik maar zeggen. Een beetje nuchter gezegd. Mijn vader is overleden, dat is dan heel vervelend en triest. Maar ook dan gaat het leven weer verder, weet je wel. Ik bedoel, ja, je moet gewoon verder met ademhalen en sowieso verder gaan met het leven. En toch het positieve erin blijven zien. En ik zeg altijd, ja, wil je de wereld veranderen, dan zal je bij jezelf moeten beginnen. Dus ik ben heel hard aan mezelf aan het werken, dat is heel belangrijk. Ik heb 3 kinderen en daar wil ik graag voor zorgen. En in de hoop dat de toekomst er weer rooskleurig uitziet wat dat betreft. Ja, carrière gezien gaat het heel goed. Sowieso, ik zeg al, wil je de wereld veranderen, moet je bij jezelf eerst naar aarde gaan. En als je zelf niet gelukkig bent, kun je een ander ook niet gelukkig maken. Dus ik hoop dat ik mezelf nog meer kan verbeteren dan ik nu al mee bezig ben. In die zin, privé, dus ook qua mens. En niet dat ik zo een boeman ben hoor, ik ben geen moordenaar, maar ik bedoel, ik kan best begrijpen dat het moeilijk is om met een artiest te leven. Het is altijd veel stress, dat neem je ook mee naar huis, maar uiteindelijk doe je het ook weer voor je gezin. En als dat dan zeg maar een stukje wegvalt, dan heb je natuurlijk, dan doe je het eigenlijk voor jezelf op een gegeven moment. In de hoop dat er weer wat nieuws opstaat in je leven. Maar ik ben nu gewoon alleen maar met mijn carrière bezig. En privé ben ik bezig om in ieder geval aan mezelf te werken. En ik hoop dat het in 2014 niet meer zo gaat zoals het in voorgaande jaren is gegaan. Dat ik de negatieve karaktereigenschappen die Mick Harren heeft een beetje kan veranderen in positieve zin. Zit er nog een kans in dat Mick Harren weer herenigd wordt met als gezin? En dat weet je nooit. En het is misschien ook wel goed ook dat je dat niet weet. Als je alles weet van tevoren, dan denk ik dat er heel veel mensen aan de touw grijpen dan. Want, dus ik ben geen waarzegger. Ik hoop er het beste van te maken. En we zullen zien in de toekomst, wijst alles uit. En anders moet je gewoon verder gaan met ademhalen, je schouders eronder en verder gaan.